doen van onderzoek vraagt echt om creativiteit en doorzettingsvermogen en analytische vaardigheden om een puzzel op te lossen. En dat vind ik heel erg leuk. Ik doe onderzoek naar betrouwbaar algoritmegebruik door de politie. Ik kijk specifiek naar of en hoe transparantie, dus openheid over het gebruik van algoritme door de politie bij kan dragen aan het vertrouwen van burgers hierin. Een algoritme is eigenlijk heel simpel een set van regels of instructies om tot een bepaald doel te komen. Het kunnen ook regels zijn die door de computer gebruikt worden. Dus als je daar data in stopt, dan worden die regels of die instructies gebruikt en komt daar een uitkomst uit. Ik ben Esther Nieuwenhuizen, ik ben 26 jaar en ik ben promovenda aan de Universiteit Utrecht bij de afdeling Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Waar ik naar kijk is of het geven van informatie uitmaakt of mensen bijvoorbeeld algoritme gebruiken omdat ze vertrouwen hebben in de uitkomsten van zo'n algoritme. Ik heb gekeken naar het intelligente aangiftesysteem van de politie, de slimme keuzehulp. En die gebruikt de politie bij het beoordelen van aangiftes. En het helpt burgers ook om te kijken of het zinvol is om aangifte te doen. Wat ik heb gevonden is dat mensen eigenlijk niks doen als er geen uitleg is. Dus het geven van uitleg is cruciaal voor mensen om die uitkomsten van zo'n algoritme te vertrouwen. Als ik onderzoek doe achter de computer, dan zit ik veel op de universiteit, waarbij ik bijvoorbeeld literatuur aan het lezen ben, experimenten aan het opzetten ben, maar ik geef ook les. Ik ben ook nog een deel van mijn tijd bij de politie, waarbij ik samenwerk met andere onderzoekers en politiemedewerkers om mijn vraag helder te krijgen of om respondenten te interviewen. Mijn onderzoek naar algoritme bij de politie is geslaagd als mijn onderzoek niet in een lab belandt, maar dat de politie en andere organisaties ook daadwerkelijk iets kunnen met mijn resultaten en dat gebruiken om hun algoritme te verbeteren.